Je kent het wel, je hebt net echt een topdag gehad. Je komt terug, je kijkt naar de onderkant van je ski of je board en echt een mega beschadiging. Nou, die gaan we repareren en in deze video gaan we je laten zien hoe dat nou moet. Een aardige beschadiging. Ik heb meerdere beschadigingen op de ski zitten, maar ik ga hem eventjes aanpakken bij deze. En wat ik in ieder geval zie, hij is helemaal door het belaak heen en ik zit er op de bodemplaat. Geluk bij een ongeluk, hij loopt helemaal in de lengte van de ski, dus ik heb er niet heel veel last van. Hij steekt niet uit, dus dat hoef ik ook niet op te lossen. Wat ik ga doen, ik ga hem eerst even ontvetten, dan ga ik hem vullen en dan ga ik het overtollige reparatiemateriaal weghalen. En als het goed is, is hij dan weer helemaal vlak en dan kun je op het eerste oog niet zien dat die beschadiging er ooit gezeten heeft. Dus kijk maar even mee. Ik pak eerst tape en ik tape eigenlijk zoveel mogelijk om het te repareren deel heen. Omdat ik straks met warmte en met druppels het belaak ga repareren. En ik wil niet die hele ski onderdruppelen, dus ik pak hem even netjes in. Ik pak er wat waxentferner, wat eigenlijk een ontvetter is. Pak erbij, spuit hem heel eventjes in. Klein beetje. Nou, ik maak hem even keurig netjes schoon. Voor deze noodreparatie wacht ik heel eventjes tot mijn ontvetter echt al opgelost is, verdampt is en dan ga ik hem vullen. Ik heb twee opties om mee te repareren. Ik kan het doen met een draad of ik kan het doen met een staafje. Nou, in dit geval kies ik voor de draad omdat die heel makkelijk vloeit. Wat ik erin laat vloeien is gewoon puur plastic. Het verschil tussen het plastic van mijn reparatiemateriaal en het plastic van je belaak is dat je belaak kan wax opnemen. Dat kan dit plastic niet, maar ik kan het er wel super mooi mee vullen en kijk maar even mee. Nou, op het moment dat ik hem aansteek, gaat hij vanzelf branden. En wat je gaat zien is dat hij gaat roken. En dat is roet. En die roet, dat is weer vet. Kijk, je ziet hem al roken. En dat vet betekent eigenlijk een slechte hechting. Op het moment dat ik die draad vlak boven het oppervlak hou, zal die niet meer roken. Kijk, en dan wordt het een heel mooi blauw vlammetje. En dan kan ik hem heel makkelijk mee vullen. Oké, echt hoog erboven is nog steeds roken. Nu laat ik hem zakken, 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 zakken. En je ziet als ik hem laat zakken, dan vloeit hij heel mooi vol. En je ziet dat er bijna geen rook meer aanwezig is. De truc is dat ik nu steun op mijn middelvinger. En ik heb mijn hand plat op de ski en daardoor kan ik die hoogte mooi gelijk houden. Nou, je ziet die reparatie die zakt als het ware in. Dus met één laag ga ik het niet halen. Dus ik laat even voor het beeld laat ik even de rest open en ik ga hier nog een keertje over naar het begin. Dus ik heb nu het begin één keer gevuld en dit wordt de tweede keer. Nou, als je goed kijkt zie je dat deze laatste reparatie, die glimt nog, is dus nog nat. Ik heb hem hier één keertje gevuld en hier heb ik hem niet gevuld en hier heb ik hem drie keer gevuld. Puur even om het verschil te laten zien. En nogmaals, dit is echt tot op de bodemplaat van die ski. Het is echt een hele serieuze. Nou ja, ik voel dat hij nog steeds een beetje warm is. Ik laat hem eerst even afkoelen. Als hij wat koeler is, trek ik de tape eraf en dan gaan we eens kijken wat er gebeurd is. Nou, wat je ziet, deze reparatie steekt echt duidelijk boven het belaak uit. Dit zit er ietsje onder en hier zit hij niet. Dus wat nu de zaak is, is dat ik eigenlijk deze hoogte eruit haal. Omdat ik die net zo vlak probeer te maken als de rest van het belaak wat er zit. En dat doe ik even met de carrosseriefijl. Nou, dit is mijn carrosseriefijl. Te herkennen aan dat het een hele grote vijl is met een hele grove vertanding. Ik ga hem straks ietsje rondtrekken. Het kan niet te gek, anders zou die breken. En ik beweeg eigenlijk die vijl in dezelfde richting, in een hoek van ongeveer 45 graden over mijn belaak. En ik trek hem ietsje rond, zodat ik met mijn vijl de staalkant niet raak, want anders moet ik die weer gaan repareren. Nou, dat was een heel klein beetje vijlen. En als je goed kijkt, zie je dat dit deel eigenlijk zo goed als vlak is. Dit was het deel waarvan ik net zei dat hij niet hoog genoeg was en dit was het deel wat ik niet gerepareerd heb. Ik zie dat ik er hier in ieder geval bijna ben, maar er mag nog wel een beetje af. En dat is best spannend om dat laatste stukje ook nog door te veilen tot je vlak bent, maar ook niet te ver dat je je belaak beschadigt. Dus daar gaat hij. Nou, je kan je voorstellen als ik de rest ook zou doen dat het eigenlijk bijna onzichtbaar is. En dan weet je wat voor de zekerheid. Ik maak hem even klaar en laat ik je dadelijk zien hoe het eruit ziet.
Ik hoop dat je wat geleerd hebt van deze workshop. Ik hoop ook dat je zelf nu je skis kunt repareren, je board kunt repareren op het moment dat je op vakantie bent. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, dan zien we dat graag in de comments hieronder.